Nee, Kozenband niet. Het ging om de... Nee, Sopropo was sinds 2019 stap gezet door de Europese Unie. Ja. Dus alleen de Europese Unie kan daar bepalen wanneer ze ons weer op de reis plaatsen. Uit voorzichtigheid hadden wij begin juni al bepaald van luister, gezien de notificaties die er binnenkomen. En dat het allemaal steeds meer en meer. Zou het verstandig zijn om de Boulanger-achtigen, laat me het zo noemen, de familie Solanacee. Daar heb je het over Boulanger, je hebt over Antroa, je hebt over Bitawiri, je hebt over peper. Bepaalde insectensoorten gingen zich speciaal huisvesten op deze producten. We hebben toen besloten van luister, laten we even zelf aan de handrem trekken. Omdat we je daarna zelf kunt bepalen van of je het weer op de lijst kunt plaatsen of niet. We hebben toen besloten over 3 maanden gaan we evalueren. Dat was dan half september. En die oktober zou dan besluit worden genomen, toch? Er was geen datum vastgesteld. Maar na die evaluatie hebben we wel een Zoom-meeting gehad met exporteurs. En een uitgelegd waar we allemaal bezig zijn. Dat traject van de trainingen voor de inspecteurs dat afgerond zou worden. En nu de trainingen zijn afgerond. Ten tweede, we hadden CELOS ook ingeschakeld om ons te helpen met een stukje onderzoek. Om een trials in het veld voor ons te houden. Dat ook is afgerond. We zijn nu bezig met de evaluatie. Maar gegeven de resultaten tot nu toe, zijn we wel van plan om per 15 oktober aanstaande voorzichtig de markt weer open te gooien. Tenminste de export naar Europa. Dus vanaf 15 oktober mogen de boeren de Boulanger-achtigen dus weer exporteren, inclusief Bitawiri en peper. Je bedoelt de exporteurs, ja. De exporteurs, ja. Bedoel ik, ja. Minister, LR Groep was geweest. Ik heb geen update van u gehad voor wat betreft wat is afgesproken met betrekking tot die projecten hier. Ja, nee. Sinds november vorig jaar zijn we bezig met ombuiging van het project. Wat ik een aantal keer heb gezegd van die megastallen en dergelijke, dat gaat niet komen. Wat is besloten, uiteindelijk laatst? Kijk, de LR Groep, er was even een moment dat Credit Suisse die hele financiering had stopgezet vanwege de downgrading van Suriname en wereldwijd. Nu wil Credit Suisse van ons weten, van ons minister van Financiën, van luister, kunnen wij met de verklaring van jullie werken? Dat jullie wel garant staan dat die betalingen plaatsvinden. Dat heeft onze minister van Financiën wel gedaan. Hij heeft contact gehad met Credit Suisse. En er is nog een andere organisatie, EKN, de Exportkredietverzekering in Zwitserland. Die beide hebben nu positief gereageerd. Het is even bij hun nog wachten op IMF, de ondertekening daar. Dan kunnen we weer opstarten. En LR Groep wacht ook daarop om dan af te reizen naar Suriname. Voor die hele 60 miljoen geloof ik nog? Het ging totaal om 67 miljoen, waarvan een deel iets verrekend is met hun.